Laten we niet vergeten, ook al blijft het 3-1, dan is dat wel weer een knappe overwinning van de Kralingers die in de slotfase van de competitie het zo geweldig hebben gedaan. Met overwinningen bij NAC, bij Heerenveen, goed spelen in de arena, thuis van Utrecht winnen. Wat hebben ze het goed gedaan dat kleine Excelsior. Vinke! Vinke, ja! Vinke scoort! Vinke scoort! Vinke scoort! Het is 4-1! Het is 4-1 voor Excelsior! Een fout van Eloy Room. Excelsior 1 doelpunt verwijderd. De Graafschap is klaar tegen VVV. Win met 1-0. Daar gaat het dus niet meer gebeuren. Maar 1 doelpunt nu van Excelsior. En de Kralingers zijn veilig. Het staat 4-1. En dan gaat Vitesse de na-competitie in. Als Excelsior nu nog weet te scoren.